Magical Alphabets, een schat aan verhalen voor jonge lezers. Er was eens een magische bibliotheek vol boeken met verhalen voor elke letter van het alfabet. De bibliotheek werd bewaakt door een wijze oude uil die alleen kinderen binnenliet die het ABC kende. Eenmaal binnen konden kinderen elk boek kiezen dat ze wilden en een verhaal lezen over een andere letter van het alfabet. Op een dag bezocht een klein meisje genaamd Aleida de bibliotheek. Ze was zo opgewonden om alle boeken te verkennen en nieuwe woorden te leren. Het begon met de letter A en las over een avontuurlijke mier die op reis ging om zijn familie te vinden. Toen gaf ze het door aan B en las over een dappere beer die zijn vrienden voor gevaar redde. Aleida was onder de indruk van hoeveel verschillende verhalen er waren voor elke letter van het alfabet. Terwijl Aleida verder las, besefte ze dat elk verhaal een les had om te leren. Ze leerde over vriendelijkheid, moed en het belang van familie. Ze ontdekte ook nieuwe woorden en hoe ze die in haar eigen schrijven kon gebruiken. Aleida verliet de bibliotheek geïnspireerd en dankbaar voor de magische wereld van alfabetverhalen.